Er is opnieuw een bom gevallen op de vleessector in Brabant. Anderhalve week geleden werd bekend dat vleesverwerker Fion uit Bokstel zou hebben gefraudeerd. 11.000 kilo normaal varkensvlees zou verkocht zijn als biologische ham. Daarnaast werd er gesjoemeld met bedorven vlees en werd de houdbaarheidsdatum op de etiketten aangepast. Een enorme klap voor het imago van de Brabantse varkenshouder. Naast mij staat Marijke Nooyen van het Fair Varkenshuis. Wat was jullie reactie daarop? Ja, schokkend dat zoiets kan gebeuren. Dat er mensen dus zoiets zouden kunnen doen. We zijn er niet bij geweest, kunnen het niet controleren. Je doet heel veel moeite om zeg maar een extra mooi goed varken te leveren. Hè, en dat mensen daar goed van kunnen gaan eten. Dan is het jammer als daarmee nu het vertrouwen van die consument weg is. Doen jullie zaken met Fion? Wij doen geen zaken met Fion, nee. Jullie hebben geen traditionele varkenshouderij. Wat maakt het anders bij jullie? Een varkenshuis, het woord zegt het al, hè? Nou, het is kleiner, met meer aandacht voor de dieren. Dus ja, we hebben een klein aantal varkens wat we dus in de week naar de slachterij brengen. Dat doen we niet zomaar. Mijn man Michiel die bedankt ze eerst voor hun leven. Weet je wat we doen? We gaan samen even kijken, want er is een prachtig filmpje door ons team gemaakt. En praten we daarna even verder. Een prachtig filmpje. Jullie zijn ontzettend betrokken bij jullie beestjes. Ik kan me dus voorstellen dat gesjoemel ontzettend hard is voor jullie. Hè? Want je doet ontzettend je best om het juist anders te doen. Hoe sta je daar dan in? Het is zo dat wij het dus op een andere manier doen. De keten veel korter maken. We gaan zelf ons varken wegbrengen, halen het zelf weer terug en verkopen het zelf aan de consument. En wij kunnen de consument dus gewoon vertellen hoe het gebeurt en hebben alles zeg maar meer in eigen hand. En jij vertelt zelf het verhaal. Ik denk dat dat is het meest essentiële, hè? Ik hoop dat dat juist het vertrouwen geeft aan mensen om toch gewoon vlees te kunnen kopen. En dan ook nog van een varken wat een goed leven heeft gehad. Wat ga je koken met kerst? Ik denk toch een heerlijke warme beenham. Dat lijkt me gewoon wel heel lekker. En een ja, voor de volgende dag met de andere familie maar een lekker malse rollade. Mag ik jullie met het hele familie en al jullie kleine varkentjes een heel goed uiteinde wensen. En ontzettend veel succes met het varkenshuis. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel.